Het is opvallend te noemen dat Eva Jinek ervoor heeft gekozen om openlijk te spreken over het wangedrag van Bert Huisjes, vooral gezien haar prominente status als Aster. De reden achter haar beslissing komt voort uit een combinatie van persoonlijke betrokkenheid en een diepgewortelde overtuiging in het belang van een veilige werkomgeving. Het startschot voor Eva's actie was de ongunstige positie van haar voormalige werkgever, WNL, in het rapport van de commissie van Rijn. De alarmerende conclusie dat 94% van de medewerkers bij WNL slachtoffer was van intimidatie of daar getuige van was, raakte Eva persoonlijk. Dat is niet normaal, benadrukte ze. Voor haar ging het niet alleen om cijfers, maar ook om het menselijke aspect dat deze statistieken vertegenwoordigen. Eva benadrukt dat deze cijfers nu een gezicht krijgen door de verhalen van bekende presentatrices, waaronder zijzelf. Ze reflecteert op haar eigen ervaringen met Bert Huisjes, zonder in detail te treden. Maar bevestigt dat ze de verhalen herkent die ze heeft gehoord. Als ervaren presentator voelt ze de verantwoordelijkheid om op te komen voor de jonge journalisten die momenteel bij WNL werken, zoals zij zelf ooit deed. Voor Eva draait het om het creëren van een normale werkomgeving, vrij van pesten en intimidatie. Ze benadrukt dat het haar eerste verantwoordelijkheid als baas is om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. Haar standpunt is niet gebaseerd op een overdreven zachtaardige leiderschapstijl. Maar simpelweg op het streven naar een normale werkplek. Zwangerschapsdiscriminatie wijst ze krachtig af en benadrukt dat het niet paast binnen wat zij beschouwt als een normale werkomgeving. Hoewel het niet haar persoonlijke ervaring is geweest, vindt ze het absurd en onacceptabel. Eva's leiderschapsfilosofie is gebaseerd op normaal gedrag, zonder de noodzaak om zichzelf constant te evalueren. Ze concludeert met een heldere boodschap: doe gewoon normaal.